Tegen het einde van het internationale wegseizoen zorgde de jonge beroepsrenner Gerben Karstens nog voor een klassieke overwinning. Hij ging alleen als winnaar over de streep van de wielerklassieker Parijs-Tours, die voor de 59ste keer werd verreden. Het was de renners verboden in deze wedstrijd gebruik te maken van een versnellingsapparaat, met welke maatregel de organisatoren hoopten de wedstrijd te verzwaren. Dit is Gerben Karstens, die zegevierend over de streep gaat.